De geschiedenis van kunststof kozijnen begint voor Nederland in de jaren 80 van de vorige eeuw. Toen werden de eerste kunststof kozijnen in het Nederlandse straatbeeld geïntroduceerd. Dreumel uit Den Haag was een van de eerste bedrijven in Nederland die wel oren had naar het aanbieden en monteren van kunststof kozijnen. We staan hier in de typische jaren 30 wijk, vooroorlogse bouw. Waar heel karakteristiek zijn de witte met donkergroene ramen. Wat in die jaren ook veel gedaan werd, is met prachtige glazen loodramen die heel mooi licht gaven naar binnen toe, zeg maar. En dat zie je dus heel veel terug. De Duitsers die hadden een wit kunststofprofiel. Dat was gewoon vlak en die werden toegepast in Nederland. Want dat waren de eerste kunststofprofielen, dat was ook niks anders. Deze witte vlakke kozijnen zie je heel duidelijk, heel vlak. Je ziet ook die witte plastic schrootjes, maar deze keer niet met buitendraaiende ramen, maar met binnendraaiende ramen. De draaikiepramen, wat in Nederland eens ook gemeengoed werd. In de jaren 90 verschijnen ook Nederlandse fabrikanten op het toneel. En inmiddels, de Nederlanders dachten, wij kunnen het ook anders gaan doen. Laten we nou eens profielen gaan ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Want ook de welzijnscommissies werden ermee wakker. En die wilden eigenlijk niet meer die vlakke kozijnen. Die wilden gewoon iets anders wat typisch bij de Nederlandse architectuur paste. Door de eenwording belandde de Duitse economie in een neerwaartse spiraal. Terwijl de Nederlandse kozijnenmarkt floreerde. Nou, er ontstond natuurlijk een soort prijzenoorlog tussen de Duitse en de Nederlandse fabrikanten. Nederlandse fabrikanten die wilden kozijnen maken die ook er Nederlands uitzagen. Dat betekent, een houten kozijn heeft een bepaalde diepte. Dat gingen de Duitsers ook doen, alleen die bedachten, de kozijnen die moeten aan elkaar gemaakt worden en die maakten een verstek. En dat is niet hoe hout eruit ziet. Hier zie je dus dat de naden gewoon overeenkomen met houten kozijnen. Rond 2010 waren ook de welstandscommissies overtuigd van de uitstraling van kunststof kozijnen. Je ziet in deze tijd zijn de kozijnen eigenlijk niet meer te vergelijken uit de jaren 80. We maken tegenwoordig prachtige verdiepliggende profielen en zelfs met rechte kanten dat die blokvorm weer terugkomt. Trippelglas erin, uiteraard heel belangrijk voor de duurzaamheid, met een zeer hoge isolatiewaarde. En ook de inbraakveiligheid is daar heel belangrijk in. De esthetische ontwikkelingen gaan nu stapvoets. Maar de ontwikkelingen op het gebied van isolatie en duurzaamheid zijn nauwelijks bij te houden. Wat je ziet is dat het kunststofkozijn steeds meer terrein wint omdat het bekender wordt. En men ook meer bewust wordt van de grote voordelen. De voordelen zijn natuurlijk dat je het niet hoeft te schilderen, alleen af en toe schoon te maken. Maar ook voor de isolatie zijn kunststofkozijnen tegenwoordig beter dan houten kozijnen. Ze isoleren beter. En hoe ziet de toekomst eruit? Voor Dreumel is het duidelijk. Er moeten nog heel veel kozijnen vervangen worden. We moeten verduurzamen, energie besparen, we moeten van het gas af. En er is nog zoveel te doen. En Dreumel die doet daar komende jaren graag aan mee. Dreumel, de nummer 1 in kunststof kozijnen.